eigenlijk zit ik nu in het stadium van hoe heb ik dit toch ooit kunnen bedenken. Ik ben nog 8 kilometer, dan zit ik op de 40. Ja, het is gewoon best pittig. Ja, toch maar gewoon door blijven lopen. Wie dit heeft bedacht? Ja, ikzelf. Bijna thuis. Ik heb doorgezet. Want mijn schoonzoon zegt dan altijd van, als je denkt dat je niet meer kunt, dan kun je eigenlijk nog een hele hoop. Nou, dat heb ik 3 keer tegen mezelf gezegd. Dus, nou, ik denk nou 300 meter. Heerlijk. Home sweet home. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Bijna op de 40 kilometer en het ging vandaag fantastisch. Nooit gedacht. Het was een hele goede training, want het was de duinen op en de duinen neer. Het strand was ook echt heel pittig. Nou, morgen nog en dan zit mijn training er voor deze week wel op. Maar een fantastische ervaring. Echt. Tweede dag gestart. Nou, als het net zo goed gaat als gisteren, doe ik het ervoor wel. Prachtig hoor. Het lijkt de Zaanse Schans wel, maar dat is het niet. Gisteren, vandaag, het weiland. Denk je dat ik het gehad heb met die harde wind de hele dag? Gaat het nou ook nog eens een keer regenen? Ja, ga er maar langs. Nou, dat mooie beeld niet. Maar volgens mij is het weer droog. Ja, het is dus we kunnen weer racen. De laatste 4 kilometer. Oh, ja. En dan is het En wat een big surprise. Wie staat hier? Ah. Oh.